Benieuwd wat ik voor mijn verjaardag heb gekregen? Kijk dan snel verder. Hi iedereen, 4 september ben ik 29 jaar geworden en ik heb hele leuke cadeautjes gehad. Het is elk jaar weer de vraag, wat gaan we Serena geven? Want ja, ik heb natuurlijk al ontzettend veel op het gebied van beauty en fashion. En ja, het is altijd gewoon heel erg moeilijk omdat ik... Ja, zelf ook nooit echt weet wat ik wil hebben. En ik doe dan altijd al mijn best om dingetjes te verzinnen en zo. Maar het lukt nooit echt. Dus ja, het is altijd maar weer een verrassing waarmee iedereen komt. Op 3 september, dus de avond voor mijn verjaardag eigenlijk, zou ik uit eten gaan met mijn vriend Steven. En we gingen lekker sushi eten bij Sumo in Utrecht. En toen kwam ik daar en toen zaten daar in één keer Maren, Hester en Jacques. Dat zijn echt mijn beste vriendinnetjes. Met hun vriend. Dus het was uiteindelijk een hele gezellige avond geworden. En we waren met z'n achten. En het was eigenlijk een soort van ja, surprise. Want ik had niet verwacht dat ze er zouden zitten. Dus dat was super leuk. En toen heb ik van Maren een hele mooie grote orchidee gekregen. Alleen die heb ik bij Steven neergezet. Want ik weet zeker dat hij daar gewoon beter verzorgd wordt. En niet doodgaat. En van mijn nichtje Hester heb ik een heel leuk mandje gehad. En dit mandje die heeft ze gekocht bij Dylan en Camilla. Want ik had al gezien op Instagram dat mensen wilden weten waar dat mandje vandaan kwam. En ik vind het altijd super leuk om eten te krijgen. Want eten, ja, dat eet ik gewoon op. Dus daar heb ik wat aan. Ik hou echt een beetje wel van nuttige cadeautjes, zeg maar. En Hester maakt altijd hele schattige pakketjes. En het is een heel leuk rieten mandje. Daarbij heeft ze nog een kaart gedaan. Gefeliciteerd met je verjaardag. Je bent mijn stinksammetje. En snoepjes, kaneelkussentjes, heksendrop, zit er nog meer in. Oh ja, ik hou natuurlijk heel erg veel van thee ook. En dit is dan chocolate orange flavor poeder. Dat vind ik altijd wel leuk, want dan kan ik dat drinken tijdens het bloggen. Een leuk potje zit erin. Even kijken van de andere kant. Oh ja, deze muffin zat er niet in, maar die had ik nog van Steven gekregen. Die moet ik nog even opeten. Een mooi theeglas. Wat is dit? Dit is chocola. Oh, dat is altijd goed. Lekker. Groene thee. Dat is echt mijn lievelings. Ik drink eigenlijk niet anders. Een groei cadeautje. Ik zag hier nog een potje zitten. Oeh, een potje met jam. Gember jam. En nou ja, het mandje zelf dan met een leuke theedoek. Na het etentje ben ik blijven slapen bij Steven en de dag daarna kwam ik thuis. Dus dat was echt op 4 september. En toen zag ik in één keer dat er allemaal ballonnen hingen in mijn huiskamer. Mijn ouders die hadden ballonnen opgehangen aan de lamp boven mijn bureau. En hier boven bij de salontafel. En toen ging ik naar het toilet en toen zag ik dat ze mijn toilet hadden gepimpt. Want ik had namelijk een Hello Kitty toilet en dat is super lief. Maar ja, ik was er een beetje op uitgekeken. Dus zij hadden er wat stoerder en volwassen toilet van gemaakt. Zelfs hadden ze gedaan bij de badkamer. Ze hadden eigenlijk alleen het douchegordijn vervangen en een ander badmatje neergelegd. Maar het zag er al meteen wat stoerder en wat frisser uit. Dus dat was het cadeau van mijn ouders. Dat vond ik super leuk. En als je dan thuis komt en er zijn ballonnen, dan voel je je toch altijd wel een beetje jarig. Van I Love Fashion News heb ik deze bosbloemen gekregen. Die hadden ze opgestuurd. Volgens mij ook wel naar iedereen. Niet specifiek voor mijn verjaardag, want er stond dankjewel voor de samenwerking. Maar als het wel speciaal voor mijn verjaardag was, dankjewel. Het is een onwijs mooie bos. Dus die staat hier... op tafel. Even kijken, op mijn verjaardag zelf zijn we naar mijn ouders gegaan. En mijn moeder die had de best gedaan op Gado Gado en Sote Ayam. Dat zijn toch wel twee van mijn favoriete Indische gerechten. Toen heb ik deze vaas met bloemen gekregen van Ray. Dat is de vriend van Larissa. Dus dat vond ik heel erg mooi. Hele mooie kleuren. Ik hou wel echt van roze in combinatie met oranje en zo. Dat staat echt vrolijk en... Dankjewel, dus Ray. Voor de rest heb ik nog andere cadeautjes gekregen. Dit heeft Larissa voor mij gekocht. Dat is een hele luxe olijfolie. Italiaanse kruidenolie. En daarbij zwart zout uit Hawaii. Ik zal het even uitpakken, dan kan ik het laten zien. Dit is de luxe olijfolie, Italiaanse kruidenolie. En je ziet ook echt die kruiden zitten. En ik vind het wel gaaf, want ik heb eigenlijk nog nooit een luxe olie gehad. Maar soms ga je wel eens uit eten. En dan hebben ze als voorgerecht hebben ze dan een bakje. Ze heeft er ook een leuk bakje bij gedaan. En met een hele lekkere luxe olijfolie. En dan daarnaast ligt zout. En dan kan je brood eerst dippen in de olie en dan in het zout. Dus dat was hier ook een beetje de bedoeling van. Dan kon ik lekker gewoon dippen. En het zout is heel bijzonder, want het is zwart vulkanisch zout uit Hawaii.
Dus dat zijn wel echt leuke delicatessen. Dus dat kan ik lekker dippen en eten. Terwijl ik een boek lees. En Larissa heeft ook mij dit boek gegeven van Karen Slaughter. Stille Zonde. En dat is de nieuwste van Slaughter. Ik heb voor de rest al haar boeken. Dus ik was erg benieuwd ook naar dit nieuwe boek. Dus dan kan ik lekker ontspannen, lezen en dippen met mijn luxe kruidenolie. En vulkanisch zoutdip. Ik heb er helemaal zin in. En vandaag heb ik een aantal kleine cadeautjes gekregen. Waaronder dit superleuke washandje. Die heeft ze gekocht bij Tiger DK. Ik vond hem wel echt heel cute. Het is een katje. En ja, ze weet dat ik heel erg van groene thee hou. En witte thee. Ik drink eigenlijk haast nooit zwarte thee. Tenzij er echt niks anders is. En ik mensen niet wil beledigen. Dus ze heeft voor mij gekocht Organic White Tea. En dit is Organic White Tea met vanille. En ja, ik drink echt de hele dag door thee. Dus hier ben ik super blij mee. Dit ga ik ook zeker gebruiken. En deze witte thee heb ik nog nooit eerder uitgeprobeerd. Dus ik kan niet wachten om het te proberen. En ze weet dat ik ook hou van chocolade. Dus ze heeft deze dark chocolate gekocht. 85%. Zoals je ziet heb ik er alweer uit lopen eten natuurlijk. Voordat ik deze video ging opnemen. Want ik kon niet wachten. En hij is erg lekker. En bij Zara zag ze ook een hele leuke trui. Echt een beetje Serena style. Deze is gebreid en hij is met zwart en met wit. Hij is een klein beetje cropped. Maar ja, ik zie hem wel dragen. Gewoon leuk op een zwart skinny of op een destroyed jeans. En dan met hakken of juist lekker casual met laarsjes. Afgelopen donderdag heb ik afgesproken met Jolande en Eline. Zij hebben stage bij mij gelopen, maar ze hebben nu al een paar maanden hun stage afgerond. En het is nu dat we elkaar weer voor het eerst zagen sinds een langere tijd. Want er zat natuurlijk ook nog een vakantie tussen. Dus het was super leuk. Eline die is 20 augustus jarig geweest en ze houdt heel veel van cavia's. En toen wij in Dubai waren, toen is er een van haar twee cavia's overleden. Dus dat was wel echt heel erg zielig, want daar heeft ze toch niet eens afscheid van kunnen nemen. Dus toen hadden Jolanda en ik bedacht om haar een cavia cadeau te doen voor haar verjaardag. Dus we zijn er naartoe gereden om haar een nieuwe cavia te geven. Die heet Sunny. En het was de dag na mijn verjaardag. En toen hadden zij dus ook nog cadeautjes voor mij. Dat vond ik echt super leuk. Ze hadden hele mooie oorbellen. Deze die zijn van Pieces. En ze had ook nog een superleuk fotoboekje voor me gemaakt bij de HEMA. En daarin zaten allemaal foto's met herinneringen van hun stageperiode. En echt gewoon een heel superleuk persoonlijk cadeautje. Kijk, dit is de voorkant van het boekje. En dit waren de letters toen ze nog niet die Galaxy print hadden gekregen. Dit was echt in het kantoortje. En ze hebben hier gewoon foto's van hoe we aan het werk zijn. Toen uiteindelijk in mijn huiskamer. Clarence. Dit zijn foto's van Dubai. Foto van Coco, Eline's nagels, foto van haar cavia. Dit was een van de eerste reviews die Jolanda heeft geschreven voor Beauty Lab. Het zijn dan gewoon allemaal hele leuke foto's waarin ik meteen aan hun moet denken. Want ik kan niet normaal naar Cheesecake kijken of ik moet aan Jolanda denken. En dit is Jan de Hoop en daar is Eline helemaal fan van. Dit is heel grappig, ik vond het echt een heel leuk persoonlijk cadeautje. Nou, ik krijg eigenlijk elke dag wel pakketjes, maar in één keer kreeg ik deze envelop precies op mijn verjaardag. En ik had zoiets van, heb ik wat besteld uit Hongkong? En ik ging eens even goed kijken en toen zag ik dat de afzender Kim To was. Nou, Kim dat is een jongen, die ken ik denk ik al 4-5 jaar en ik zie hem niet heel vaak. Maar als ik hem zie is het altijd weer heel gezellig en hij is gewoon ontzettend creatief. En hij heeft ook het Beauty Lab logo ontworpen dat je op mijn site vindt. En hij zit nu tijdelijk, misschien nu al een jaartje denk ik, in Hongkong. Ik heb al maanden eigenlijk geen contact meer met hem gehad. Dus ik vond het super leuk dat ik toch nog dat hij aan mijn verjaardag heeft gedacht. En dat hij gewoon echt op de dag zelf ook dat de envelop werd bezorgd bij mij op de deurmat. En hij weet dat ik gek ben op echt van die Aziatische beauty gadgets. Dus ik vond het wel leuk wat hij had opgestuurd. Dit is een reep. Dat heet Beauty Sweeties. En het is white chocolate creamy yogurt bar. Maar er zitten dan speciale dingen in die moeten zorgen voor een mooiere huid. Zoals coenzym Q10, aloe vera en collageen. Of het werkt weet ik niet. Maar het is altijd wel gewoon grappig om te zien dat ze dat overal in stoppen in drankjes. Kennelijk ook in chocola. En dan hopen dat het beter verkoopt. Dus dat is echt gewoon grappig. Hij had ook nog een oral brush van me gekocht. Maar dit is een beetje een gekke vorm. Ik zal zo even een close-upje laten zien.
En dat is namelijk niet om je tanden, maar om je tandvlees mee te poetsen. Dus dat zag er ook wel grappig uit. Heb ik nog nooit eerder gezien. Maar het is wel echt belangrijk om je tandvlees te poetsen, zodat het niet terug gaat trekken. En ja, je moet je tanden, maar ook je tandvlees in goede conditie houden. Dus dit is eigenlijk best wel handig en dit ga ik ook zeker gebruiken. En als laatste had hij gestuurd een Herbs Tooth Foam. Een foaming toothpaste, maar er zit dan aloe vera, propolis en chinchi in. Zeg me niet zoveel, maar dat is wel een of andere Chinese herbs tandpasta die ik dan waarschijnlijk kan gebruiken in combinatie met dat. Dus dat is wel echt heel erg grappig. Gelukkig staat er ook nog wel wat Engels op, want voor de rest is het echt alleen maar Chinese tekens. Dus ja, het was gewoon, ja, ik vind het gewoon erg leuk om dit dan te krijgen, gewoon rechtstreeks uit Hongkong van Kim. Nou, en dat was het eigenlijk wel wat de cadeautjes betreft. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien welke verse cadeautjes ik heb gekregen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Doei! Klik hier om te abonneren op mijn YouTube kanaal. En ik zou het super leuk vinden als je een kijkje nam op mijn website. Duimpje omhoog voor deze screenshot van en tot de volgende keer.